Kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven Remus. Ik heb niet kunnen slapen deze nacht. Ik zit met een stikkende gevoel. De dokter van Mart komt zelfs af, die is ook al verwittigd. Ik heb mijn symptomen. En zit echt hier, zit het echt heel vast, mensen. Ik kom het van ademhalen. Ik kan heel moeilijk ook spreken. Ik probeer iets te zeggen ook voor jullie kijkers. Mijn schatje is er ook nog altijd bij. Hey schatje. Hey. Moet ik het even overnemen, dat ik het een beetje uitleg? Ja, dat mogen. Dus hij lag de hele nacht te woelen en te draaien en noem maar op. Omdat hij bijna geen adem kreeg. Toen is hij om 8 of om 7:30? 7:30. Om 7:30 naar de zetel gegaan om te kijken of hij daar beter kon gaan slapen om mij niet wakker te krijgen. En toen dat ik wakker werd, keek ik naar de zetel. Allee, ging ik eerst naar de wc en ging ik naar de zetel toe om te kijken hoe het met Dimitri was. Want ik dacht dat hij achter zijn pc zat. Zag ik dat hij op de zetel lag en toen begon hij in één keer te hoesten, maar echt zo zwaar te hoesten, waardoor ik dacht van, oké, zelfs blijft hij erin zitten. En ja, nu komt de dokter van wacht. Het is precies als hij hoest of als hij geen lucht krijgt, dat hij bijna stikt. Toch? Ja. Maar alles komt goed wanneer de dokter van wacht komt. Dus geen zorgen, kijkers. Alles komt goed. Ik weet dat jullie toch zorgen maken om Dimitri, maar alles komt goed met hem. Dus ik hoop dat ook de dokter van wacht heel rap ook hier is, maar ik heb geduld. Ik heb ook tegen de dokter die aan het totaal zat ook alles uitgelegd, hoe ik me ook voelde en al. Omwille van, ik heb ook EHBO gevolgd vroeger dus, en van die dingen weet ik dan ook nog van af waar ik ook die informatie moet doorgeven. Ja, kijkers, ik zeg het u. Zoiets wens ik niemand niet toe, zelfs mijn ergste vijand nog niet eens. Nee, ik ook niet. Maar ik maak me wel zorgen om hem, want dat komt wel goed met jou. Ik hoop het. Maar goed, gaan we de kijkers nu laten en ja, dan de uitslag laten weten wat de dokter heeft gezegd? Ja. Oké, dat is goed. Dan zien jullie ons zo. You. Ja, mensen, de dokter is ook langsgekomen daarvan wacht. Ik heb nog blijkbaar nog een. Hoe lang heb ik geslapen, schat? 1:30 en 5 minuten. Nog 1:30 en 5 minuten hier blijkbaar op de zetel. Ik ben gewoon stiekem kapot. Nu nog altijd. Het gaat altijd niet goed voor mij. Last van mijn keel. Maar nu komt het. Het gevaarlijkste. Als ik me overmorgen nog zo belabberd voel, moet ik een coronatest laten gaan doen. Is dat op je gsm? Nee, dat is op je computer. What the fuck, in een vlog beginnen in een keer automatisch op mijn computer af te spelen. Langzij, andere kant langzij. Waar de micro is. Ja, die is mee en probeer mijn computer aan te zetten. Kijk maar, mensen. Welke vlog was dat? TV Christmas House 2018. Amai. Al 2 jaar. Nee, 3 jaar geleden al. Oho. Ik ben blij dat ik wel nu nog een editor heb die voor mij kan inspringen. Schat. Ja, schat. Moet mega via internet openen. Via Google Chrome mag dat ook. Via Google Chrome is het beste. Ja, is via Google Chrome niet? Nee.
Daar is Google Chrome. Ja, dus ik werk via Mega. Dat behoeft hij dan ook al aanpassen. Ja, dan moet ik wel opstaan. Alle mensen dus. Of wel, alleen is van abonnementen en prijzen mega. Mega.nz is dat meestal. Ja, daar upload ik redelijk maandag wat bestanden op. Legale bestanden, mensen. Ja, ik moet mij inloggen. Ik kom. Allee mensen, ik zie jullie zelfs allemaal weer al. Ik hou jullie zeker op de hoogte. Ik heb nog speed nog wat puzzelen. Samen met haar. Yay. Ja, en we nemen dat op. Hè. En we nemen dat nog eens op. Joepie. Mensen, ik ga eentje een lekkere bloemkoolsje op me kunnen. Ja, jullie hebben misschien allemaal genoten van deze beelden van de puzzel. Wat we versneld. Dus als we daar eens keer gaan puzzelen, die gooi ik ook alleen maar in een vlog. En dan probeer ik die ook al te versnellen. Maar dan komt er dan nog eens wel eens een aparte video nog eens online. Ook weer al met alle videobestanden erop. En dan allemaal versneld. Maar er is hier iets ribbedibi. Ik was op zoek naar mijn houderke. Waar ik met jullie ook heb mee gelivestreamd. Waar ook weer wat mislukt is, vind ik mijn houderke niet meer. Want ik heb die ergens gelegd. En nu is die Fuji. Ah, ik dacht onder bij haar jas. Of anders kon ik bij haar onder haar voeten geven. Nee. Zo rap doe ik dat niet. Dan gaan we maar even wat improviseren. Dus, ik ga jullie laten vragen. Hier ben ik alweer. Zo, ze. Improvisatie. Moet kunnen. Ja, ik heb hier de touw vast van mijn oplaaier. Dan ga ik iets lekker koeken. Lekker koeken. We gaan nu eens heerlijk opnieuw eens heerlijke bloemkoolsoep proberen te maken. Want de vorige keer was het wat te bloemig. Rommel dat ik hier heb liggen. Rommel. Oké. Voorbereiding. Snipper de ui. Verdeel de bloemkool in roosjes. Dat is allemaal al gebeurd. Fruit de ui in 25 gram boter. Doe er bloemkool bij. Dus fruit de ui in 25 gram boter. Doe er bloemkool bij. Schenk het de klimpingen overvoegen. De kippen. Oké. Dus wat gaan we nu al eerst doen? We pakken de boter erbij. De bloemkool en de ui. Ik ben niet gesponsord door Albert Heijn. Hè? Dus ik ben in een Albert Heijn gewoon gaan halen. Ik ben er niet door gesponsord. Dan weten jullie dat. Jawel, dat. Het is 25 gram boter. Oké. Komt er een auto voorbij? Maar eerst bloemkool. De bouillon. Zet ik hier ook litertjes op? Of heb ik die helemaal al weggeschraapt? Nee, een liter en een half. Dat is een halve. Voilà, ik heb hier nu een liter en een half water.
Ik zet die nu op een vuurtje. Maar er moet dan nog kippenbouillon bij. Kippenbouillon die heb ik hier liggen. Wat staat er dan ook op de achterzijde? Kippenbouillon, 12 blokjes voor 6 liter bouillon. Maar, de 6 liter, daar zitten 12 blokjes in. Dus 2 blokjes per liter, dat is 2,5 liter. Hè? Gebruik 2 losse blokjes in 1 liter kokend water. Hè? Dus, en ik er 3 hebben, want ik moet er 2,5 hebben. Nee, 3. Ja, 3. Klopt. 3. Goed. Dus dan gaan we eerst het water laten koken. Oei, daar is iemand wakker. Wat? Ik moet zoiets laten zien van de garantie. Oké, eens even kijken. Ah, oké, okay, ja. Goed genoeg. Nee, dat mag niet. Schrijf maar, mag niet. Nee, dan moet je aan PNT laten weten. Ja. Ah, oké. Okay. Zeg maar hoi tegen de kijkers. Hallo. Ja, zus. We hebben een kleine dutje gedaan. Dat ga ik dan ook even zeggen. Dus, ja. Waarom dat zei... Ik heb helemaal niet geslapen. Oei, ze heeft niet geslapen. Ik heb nog heel goed geslapen, omdat ik deze nacht niet goed heb geslapen. Dus, ik viel bijna over die stofzuiger. Oei. Oké. Het water, daar zit geen, wel geen liter en een half water in. Nee. Daar zit maar een liter water in. Dus daar gaan we een halve liter keer water bij doen. Nu op 1 liter en een half soep, wat nu kan koken. En ja, als ik iets heb gebruikt, gooi ik dat trek al terug af. En dan ga ik zelfs eens vragen als zij het kleine tafeltje wil klaarmaken. Dus ik hier die bak al even zo lang zetten. En voilà. Oké. Het water begint al bubbeltjes te krijgen. Dat betekent dat die richting de kookpunt gaat. Dan. Pak ik een grotere kastrol. Dan pak ik ook mijn weegschaal erbij. Daar doen we dan 25 gram boter in. Dat zou je wel nog kunnen zien. Kan ik dit nog zien? Ja, ik kan het nog zien. Dat is goed. 25 gram boter. Dat komt eraan. Oh yeah. Pistole. Santé. Holé, holé. Wat kan toch een mens raar doen als hem ziek is? Is het niet, mensen? Ja. Het is 25 gram boter. Oké. Okay. Dus kijken, als deze blok 25 gram is. Oei, dat is 50 gram. Dus dan de helft. Juist de helft proberen. Oké. Okay. Dus kijken of het gelukt is.
Oh my god, 3 gram er vanaf. Ai, dus is net niet. Yes, 25 gram boter. Oké. Afgewogen. Kan hier ook al het vuurtje op. Voilà. Dan gaan we de boter terugzetten. Want die hebben we dan toch niet meer nodig. Ik was nog eens aan het nadenken, maar het water begint te koken, dat is goed. Dan kan ik zelfs de bouillonnetjes erbij doen. Ja, sorry dat jullie soms de kast bijna tegen jullie hoofd krijgen. Sorry daarvoor. Maar ik heb zo'n voorgevoel dat het vandaag gaat lukken. En het probleem is, je staat nooit bij hoeveel grammen ui dat je nodig hebt. Hè. Ik koop dus altijd 150 grammen ui. De boter begint nu ook zelfs warm te smelten. Oh, ja. Dus fruit, ui en 25 gram boter, toe er de bloemkool erbij. Dus ik ga dit al open doen. Dit ook. Ondertussen tijd begint het water te koken. Doen. Ja. Hoppa. Ik kan het. Nog een keer. Hoppa. Nog een keer. Hoppa. Kijk altijd naar de steel. Kijk altijd naar de steel. Het blijft goed lukken. Dat was er bijna. Oké, de boter is bijna gesmolten nu. Nu is het gewoon met spelen. Hè? De boter is bijna gesmolten. Een klein beetje op mee. Dan gaan we hier de ui toevoegen. Daarna kan ik ook al de bouillon toevoegen aan het kokend water. Dus we gaan dat in kleine boxjes doen. Dat is nummer 1. 1, 2, 3. Sikkum, sikkum, voilà. Dan heb ik zelfs kippenbouillon. Heerlijke kippenbouillon. Dan was ik mijn handjes nog eens een keer af. Voilà. Dan doe ik het erbij nemen. Ja, nu is het water goed aan het koken. Juist op tijd, want de boter begint ook goed te smelten. Dan kan ik dat weer al wel op een zacht vuurtje zetten. Dan gaan we hier ook de dampkap aanzetten nu. Dan gaan we de ui toevoegen. Voilà. Die laat ik wat goudbruin kleuren oppakken. Ruikt het al lekker. De kippenbouillon is goed aan het koken. Ik ga ook eens doorwrijven.
Oké, nu kan de bloemkool erbij. Waarom laat je de wortels altijd aan je schoon? Ja, sorry. Ja, dat is mijn vraag van gewoon. Oké, dus nu zit de bloemkool erbij. Eigenlijk is gewoon, wat klopt dat die bloemkool? Voilà. Dan gaan we de kimbouillon daar onder aan toevoegen. Voilà. Dit, als alles goed samen is, laten we dit nu 20 minuten opkoken. Het is nu 20 voor 5. Dus tot 5 uur moet dit nu goed opkoken. En dan, ja, dan kunnen we eindelijk gaan mixen. Dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. Maar denk eraan dat je het niet vergeet wat ik wel weer al aan het vergeten was. Dat is zo een kruid laurierbladje erin te doen. Eentje. Voilà. Of heb je liever twee? Dan mag jij kiezen. Nee, maakt het niet uit. Vorige keer vond ik het ook wel lekker. Oké, dan doen we er eentje in. Waarom is er eigenlijk het laatste? Dus strooi het met gehakte peterselie. Dus die mag er ook al bij. Voilà. Jij moet stop zeggen. Stop. Oké. Voilà, de peterselie is... En ik zou de peterselie er ook al in doen. Dan is het lekker, de smaak er in gekoeld. Ah. Dat is alleen voor te zien dat je dat op de laatste bij moet doen. Oké. Maar hebben we nog een andere peterselie, want ik zie niet dat die nog precies doet. Dus had ik nog een andere peterselie. Dat kan wel. Ik zie hier ook nog iets. Is dit ook peterselie? Nee. Nee. Nee, dan heb ik hem. Heb ik er toch geen. Om dit naar boven te maken. Hoe heb je die dan de vorige keer gebruikt? Die was er al vanaf. Die was er al vanaf, mensen. Doen we ook een klein beetje peterselie bij? Zeg stop, hè. Stop. Oké. Maak ik hem over? Ja, doe maar eens. Goed, alles onder elkaar is. Moet er eigenlijk ook geen peper en zout bij, nee. Hè? Ja, dan doen we daar ook een klein beetje zout en peper bij. Zeg stop af voor peper. Dan mag je niet te veel. Er komt niet uit. Oké, nu wel hè. Stop. Oké, nu nog wat zout. Stop. Oké. En voilà, en nu 20 minuten laten opkoken. Ik dat vind zout en peper altijd lekker. Oké. Dus nu nog tot 5 na gaan we het laten opkoken. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, we zijn nu 20 minuutjes verder. Ik ga dit ook afzetten. Ik ga ook nu dat mixen. Met de mixer. Die heel goed is afgewassen. Echt waar, die is heel goed afgewassen. Dan gaan we echt alles beginnen te mixen. Dan moet ik wel hier een klein beetje glas maken. Dat ik aan die sticker mee kan. Voilà. Dan halen we dat ook van het vuur af. Dat is gewoon naar de kleinere vuurtje. En dan mixen. Ah ja, juist. Oh, mijn laurierblaadje moet eruit. Ik zag hem hier ergens. Ja, goed dat ik die nog niet heb gemixt.
alles er terug mee ingooien. Voilà. En dan weer alles beginnen te mixen, hè. Het begint er al heel mooi uit te zien, goed dik, beter dan de vorige keer. Ik moet al eerlijk toegeven. En het ruikt ook al meer dan de vorige keer. Weer liet vallen, sorry. Dat was de honing. En voilà. De soep is klaar. Lekker te eten. Wij gaan nu nog naar Enzo Knol kijken, nog naar Stuk TV kijken. Noem maar op. Dus ik hoop dat jullie echt hebben genoten van deze. Ik ben nu al aan het proberen om in fases terug mijn vlogs, die zo echt aan de kelder was, terug omhoog te gooien. Dus ik hoop dat jullie daar ook begrip voor hebben. Dus geef me ook alsjeblieft daar ook tijd in en al. Ik wil echt de vlogs echt prima maken. Ik zal ook de recept van de bloemkoolsoep ik ook wel eens op mijn website gooien. Ik zal daar ook wel een aparte pagina van maken voor bijvoorbeeld kookboek. En welke gerechten dat ik dan allemaal klaarmaak. Je komen dan daar ook dan op mijn website terecht. Als dat geen goed idee is. Dus bij deze ga ik ook nu de vlog beëindigen. Ofwel ga ik nog even jullie de soep laten zien. De bloemkoolsoep er lekker uit, hè mensen. Oei. Het bedwaast hem dan als ik er gewoon heel veel door boven kom. Sorry daarvoor. Maar het is wel echt heerlijk. Zie je hoe dik? Goed dik. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn kookvlog. En ook ja, van de gewone vloggen. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van Psycho TV. Wanneer dat ik weer iets nieuws heb geüpload. Oftewel Woof. Of wel Dragon Master. Dragon Master gaat ook integraal in Psycho TV komen. Ik krijg ook een eigen playlist op mijn YouTube kanaal. Dus ik heet van harte welkom Dragon Master. Dus binnenkort ook filmpjes van hem op mijn kanaal. Tot later allemaal. Kijkers van YouTube, van de Psycho TV kanaal op YouTube. Ik heb klein beetje slecht nieuws. Mijn editor Boef heeft de opdracht gekregen om mijn vlog van gisteren in elkaar te steken. Ik ga nu nog eens voor de laatste keer op F5 drukken in de YouTube studio. Is aan het laden. En ik zie nog altijd niet dat Boef heeft geüpload op mijn
kanaal. Dus... Maar hoe is dat gekomen, schatje? Ja, blijkbaar heeft Boef problemen gehad met mijn video's. Moest hij eerst omzetten, daarna moest hem dan renderen en dergelijke. Ik weet niet. En ik heb nu ook al een laatste bericht gestuurd naar Boef, maar die antwoordt jammer genoeg niet. Dus ben ik ook intussentijds voor noodoplossing ook begonnen aan mijn vlog in elkaar te steken. Dus die van gisteren. En jammer genoeg zegt die programma dat het nog een uur en een half gaat duren. Dus dat betekent dat we dan 7:30, 7:30, dus de laatste om 8:00, de laatste 8:30 zal dan mijn vlog zeker online komen. Jammer, ik heb de kans gegeven nu aan Boef voor mijn vlog online te zetten. Maar Boef kreeg nog altijd de kans om mijn programma, dus vlogs te maken. Maar jammer genoeg is het niet gelukt voor de vlog van gisteren in elkaar te steken. Er waren wel een paar problemen. Kan er altijd gebeuren. Dus, ik ga proberen. Ik ga proberen dus die zo snel mogelijk online te zetten, zodra dat die volledig is, klaar is met renderen. En ik kreeg net een berichtje. Hoi. Ik type hoi, maar komt niet aan. Hoi, enter. Ik weet niet wie het... Een Pieter is tegen mij bezig, dus... Ik dank je wel om naar deze mededelingsboodschap te luisteren. Dus de vlog is op komst, maar later. Bij deze salut van YouTube Psycho TV kanaal. Ik heb zo net een bericht gekregen van Boef dat de vlog iets later online gaat zijn dan normaal. En kijk eens wie hier aan het lachen is. Niet normaal, hè? Mensen, niet normaal. Nee. Ja, maar zeg ook waarom ik aan het lachen was. Ik was juist op het punt om een mededelingsvideo te uploaden op YouTube. En in één keer, poef af, kreeg ik een berichtje van Boef. Ja, ik heb het ook al in de algemene chat gezegd dat, dat de vlog iets later gaat online zijn. Want de vlog is iets van plus minus 50 minuten. En ik dacht in één keer van... Wow, oké dan. Dus dan weten jullie dat ook. Dus de vlog komt nog vandaag online door Boef. Dan kan ik mijn programma terug afzetten voor te renderen. Of zal ik het toch nog voor de veiligheid laten doordoen? Mijn schat zegt nog voor de veiligheid even laten doordoen. Als er toch nog eens iets fout loopt, dan hebben we nog een backup plan. Goed, Boef, dan hebben we nog een backup plan. Dus als er iets misloopt... Dan heb je die video nog altijd op je pc staan. Daarvoor zou ik dat zeggen. Ja, dan heb ik ook die video ook nog op mijn pc staan. Maar bijvoorbeeld, als het bij Boef iets nog fout loopt, hebben we nog een plan B voor toch nog een vlog online te krijgen. Dat bedoel ik. Dus Boef, echt waar, chapeau dat je zo je best doet om mijn vlogs op tijdig online te krijgen. Jammer genoeg is het vandaag niet gelukt. En ja... Maar er komen nog wel nog momenten aan dat Boef ook nog vlogs mocht in elkaar steken. Ik ga ook, zal ook de puzzel morgen er al in steken, een gedeelte. Nee? Oké. Okay. Ik heb één video van de puzzel. Oké. Dus als jullie ook naar de vlog van morgen gaan kijken, ga ik ook zeggen dat ik ook een stukje van de video van de puzzel ging insteken. Maar dat ga ik toch laten. Daar gaan we een volledige video van maken, omwille van... Dan kan er ook geen verwarring komen ook van de bestandnamen. Yeah. Want het gaat ook dan echt een verwarrende dingen geven. Dus dan weten jullie dit ook al. Dus bedankt voor naar deze mededelingsvideo te kijken. En ik zal zeggen, geniet maar zelfs van de vlog. Salukes.